Welkom bij de webinar over het bereiken van toegevoegde waarde met data analytics en AI, georganiseerd door Quint. Quint is een internationaal advies-, opleidings- en technologiebedrijf. Wij ondersteunen organisaties bij het ontwerpen en implementeren van hun digitale transformatie. Wij doen dit over de as van mens, proces, technologie en data. Ik ben Edwin Nagelsheim, datastrategist bij Quint. En ik ben Rembeno de Jager, solution architect bij Quint. Wij hebben een internationaal onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om echte waarde uit data te halen met behulp van data analytics en AI. Hiervoor hebben wij meer dan 100 bedrijven in Europa ondervraagd. En deze resultaten hebben wij teruggebracht in een marktonderzoek. Deze willen we met jullie bespreken. Edwin, kun je aangeven wat ons het meeste opviel in het onderzoek? Ja, er waren drie punten die opvielen. Dat was dat data analytics, geen verrassing, door deze respondenten gezien werd als strategisch van belang. En aan de andere kant dat nog steeds een derde van hun use cases mislukten om naar productie te gaan. Tweede was dat er een gebrek was aan technologie, aan resources, aan budget. En als vierde dat nog steeds een minderheid van de bedrijven data echt gebruiken voor hun beslisondersteuning. Aan de andere kant, deze respondenten geven aan dat ze allemaal wel bezig zijn om door te groeien als een datagedreven organisatie. Die een derde, dat viel ons op. Daar wilden we ook verder op doorgaan. Ja. Nu vonden wij zelf dat een derde wel erg laag was. We hadden eigenlijk gedacht dat het hoger zou zijn. Maar daar willen we toch verder op doorgaan en op de oorzaken ervan. Een derde van de use cases die faalt. Exact. Terwijl wij wel gezien hoger hebben dat, ja, dat meer faalt dan een derde. Ja. Dus dat is mooi dat dat terugkomt uit het onderzoek. Als je kijkt naar het onderzoek en de manier om data om te zetten naar waarde, waarde te halen uit data, dan moet je als organisatie 4 fasen doorlopen. Het begint met het herkennen en onderkennen van de potentie die data in je organisatie heeft. Vervolgens moet je de condities creëren om waarde uit data te halen. Vervolgens in stap 3 realiseer en evalueer je de potentie. En als laatste, stap 4, moet je deze implementeren en activeren in je organisatie. Als je kijkt naar deze 4 fases, Edwin, dan kun je laten zien wat ons opvalt. Ja, in eerste instantie natuurlijk van er geen gebrek is aan ideeën binnen het bedrijf. Meer dan genoeg ideeën om te realiseren met data. En wat we al aangaven, dat was van dat wel een aanzienlijk gedeelte nog toch mislukt. Ja. Dus als ze dus door deze hele cirkel heen gaan, mislukt toch nog 40%, 30% en andere, van alle use cases. Er wordt één reden, wordt er specifiek uitgehaald. En dat is dat bij de technische integratie daar wel een hele grote bottleneck zit. Ja, dat is ook wel wat wij vaak zien in de praktijk. Dat het hebben van een model en het in productie hebben van een model twee hele verschillende zaken zijn. Dus het is ook niet verbazingwekkend dat het in productie nemen en het in productie houden van een model tot uitdagingen leidt bij organisaties. Maar dat is niet het enige, want voordat je überhaupt met een model aan de slag kunt, moet je eerst de condities op orde hebben. Nou, en daar zie je dus rechtsboven. Wat is nodig daarvoor? Dat is, budget is natuurlijk van belang. De data moet op orde zijn. We moeten de juiste technologie hebben. En we hebben de juiste mensen daarvoor nodig. En ja, dan zie je toch ook dat een gemiddelde van de respondenten 60% het op orde heeft in het geheel en 40% niet. Dus daar zie je wel een belangrijk, waarschijnlijk een van de belangrijke redenen die wij ook in de praktijk zien, waarom het moeilijk is om toch naar productie te gaan. Ja, want het gaat niet alleen om dat je één van de condities of twee van de condities op orde hebt. Als je aan de slag wilt, als je succesvol wilt zijn, betekent dat je alle condities op orde moet hebben.
anders kun je nooit succesvol zijn. Nou ja, een belangrijke is natuurlijk bijvoorbeeld de datakwaliteit. Dat zien wij veel in de praktijk. Dat nou ja, die andere onderdelen zijn dan voor elkaar. Dus er kan, de cirkel wordt doorlopen. Het wordt in productie gebracht. En wat krijg je dan? Dat de kwaliteit van de data niet consistent is. Er zit geen organisatie achter die dat verder regelt en stabiliseert. Met als gevolg dat de output onbetrouwbaar is en blijft. En dus alsnog de implementatie faalt. Ja. Ja. En als je dan kijkt naar het realiseren en evalueren van de potentie, dan zie je dat bedrijven veel aan de slag gaan met proof of concepts. Dat ook een groot deel van de bedrijven deze proof of concepts succesvol doorloopt. Maar veel bedrijven blijven ook hangen in de proof of concept en komen daar niet verder mee. Dus er wordt niet geëvalueerd, er is geen proces. En de proof of concept blijft hangen in de proof of concept fase. Het is zeer belangrijk dat als je succesvol wilt zijn, om in deze fase ervoor te zorgen dat je niet alleen met data scientists en data analysts bezig bent, maar dat je ook de business hebt aangesloten. De organisatie weet wat waarde is. En de mensen uit de organisatie die weten wat waarde is, die zullen betrokken moeten zijn bij het implementeren en evalueren van deze potentie als je gaat bouwen. Klopt. Ja. En we willen graag jullie meenemen in wat wij zien als belangrijke interventies. Om ervoor te zorgen dat de kans op succes zo groot mogelijk is of wordt en groeit. En daarvoor gebruiken wij het data volwassenheids- of maturity model van Gartner. Ja, want afhankelijk hoe volwassen je bent als organisatie met betrekking tot data management, moet je meer of minder doen om waarde uit data te kunnen halen. Zullen we het model toelichten? Ik denk dat het handig is. Ja. Ja. Als je, ja, het is een model van 5 niveaus. Het begint bij level 1, niveau 1, het basisniveau. In niveau 1 heb je data in je organisatie die je gebruikt in je primaire processen. Echter, de data wordt niet gebruikt om inzicht te halen en laat staan waarde eruit te halen. In niveau 2 zien een aantal mensen binnen het bedrijf de mogelijkheden en zijn gestart om daar mee te gaan experimenteren. Daar zie je onder andere dat bij IT vaak daar de eerste initiatieven ook gaan ontstaan om daar meer in te gaan doen. En daar komt ook het eerste besef vandaan dat het een fixe investering zal zijn. Daar komen dan ook de eerste strategieën vandaan. Maar die zijn dan vaak technisch ingestoken en nog niet gericht op zeg maar de waarde richting het bedrijf. Op niveau 3 worden data-analyse en AI systematisch gebruikt om inzicht te krijgen. Alleen op dit niveau wordt de data gebruikt binnen de domeinen waar de data is en er wordt niet in de volle breedte van de organisatie gekeken. Je ziet dan ook dat daar nog de organisatie, de processen en de mensen nog versnipperd zijn. Waarbij als je naar level 4 bent gegaan, de differentiating, dan zit daar veel meer structuur achter. Vaak is er dan al een expertisecentrum. Mensen zitten met het expertise over data zitten bij elkaar. Bijvoorbeeld ook de datadefinities worden in dat vlak ook op orde gebracht. Met andere woorden, de definitie van een gebouw is voor vastgoed, is voor finance en is voor logistiek hetzelfde geworden. Ja. En op het 5e en hoogste niveau is data brandstof voor de organisatie. Je bent op het hoogste niveau als organisatie, ben je data gedreven. En wordt data niet alleen gebruikt om terug te kijken wat is er gebeurd en waarom is iets gebeurd, maar ook vooruit te kijken en te voorspellen wat zal er gaan gebeuren en zelfs van welke beslissingen moeten wij nemen om bepaalde zaken te realiseren. Je ziet ook dus dat de afhankelijkheid van data, of beter gezegd de advisering vanuit data, groeit dwars door de levels heen. Ja. Totdat een bedrijf volledig afhankelijk is geworden van data. Maar ook de cultuur zodanig is veranderd dat ze dat ook met elkaar accepteren. Als je dan dit volwassenheidsmodel
bekijkt vanuit het onderzoek wat we hebben gedaan, dan betekent dat dat afhankelijk van de volwassenheid die je hebt als organisatie, je meer of minder, of misschien meer of minder moet doen en op een andere manier moet starten. Als je dus in de situatie zit, in de eerste niveaus, dus je zit nog in de gedachte van dat waarde uit data gehaald moet worden, maar je weet niet hoe. De organisatie, de budgettering is nog niet op orde. Dan is het belangrijk om die randvoorwaarden van rechtsboven te gaan realiseren. Zorg ervoor dat de organisatie gereed wordt gestoomd om daadwerkelijk met data aan de gang te gaan. Dat het budget op orde komt, dat de processen op orde komen, dat de cultuur daarnaar gericht gaat worden. En dat ook de groepen, de stakeholders binnen het bedrijf, ook gezamenlijk naar die waarde gaan van data. We hebben het hier over een meerjaren en een grote investering. En daardoor is een datastrategie randvoorwaardelijk om dat succesvol te maken. Ja. Als je een datastrategie op orde hebt en de randvoorwaarden zijn ingevuld, dan kun je aan de slag met het realiseren van waarde uit data. En dat doe je aan de hand van een aanpak. Je kunt niet van de kelder op de zolder springen. En dat betekent dat je dat proces moet organiseren. En dat doen wij aan de hand van slimme mensen die kennis hebben van data science en van analytics. Samen te laten werken met mensen uit de organisatie die weten wat waarde is. En die weten wat waarde voor de organisatie is. Om samen betekenisvolle resultaten te boeken. Dat doen ze dan aan de hand van business driven. Je kijkt vanuit het oogpunt van de business, van de organisatie, van de waarde. En je gaat dan iteratief, incrementeel, stap voor stap aan de slag om die waarde te realiseren. Je begint klein, je denkt groot en daarin neem je de hele organisatie mee. En dat is het laatste blokje in dit verhaal en dat is sharing knowledge. Dat je kennisdeling doet in de organisatie. Dat iedereen weet wat de waarde van data is en dat er wordt gewerkt aan de hand van data om waarde te realiseren. Maar Rein Benno, het is niet zo dat je eerst dit moet doen voordat je dat mag doen, toch? Nee. Je kunt hier toch al starten met kleine experimenten en dergelijke, waar je die methode kunt toepassen? Jazeker, jazeker. Je kunt beginnen, maar je moet altijd oog hebben voor de datastrategie, voor eigenaarschap, voor kwaliteit, voor budget. Want anders blijft het een initiatief wat in een silo, wat in een klein deel van de organisatie wordt ontwikkeld en wat niet kan groeien binnen de organisatie. En uiteindelijk zul je dan wel data geactiveerd hebben, alleen de volle waarde die het kan hebben, die realiseer je niet als je geen datastrategie hebt. Nee, dan kom je weer naar linksonder, ja. Van waarom zaken falen. Ja. Exact. Ja, dus als je hier naar kijkt, dan wat kun je concluderen en wat zijn onze adviezen? Wel, het grootste, belangrijkste advies is om nu te starten, zo snel mogelijk te starten, zelfs als je een lage datavolwassenheid hebt. En misschien als je een lage datavolwassenheid hebt, moet je zo snel mogelijk beginnen. Doe het ook gezamenlijk. Dus niet vanuit één afdeling, maar doe het over het bedrijf heen. Denk aan de financiën, logistiek, IT enzovoort. Om gezamenlijk de belangrijkste waarde uit die data te identificeren en ook ervoor zorgen dat het gezamenlijk ingevoerd en gebruikt kan worden. Ja, en begin klein, denk groot en loop het pad stap voor stap. Hou vast aan het beeld wat je hebt, waar je naartoe wilt gaan en zorg ervoor dat je de tijd neemt om van begin tot einde het hele proces te doorlopen. Het grootste risico wat je kunt lopen is dat je niet begint. Klopt. Want fouten maken mag. En daar leer je van. Absoluut. We zijn aan het einde gekomen van deze webinar. Bedankt voor het kijken. En voor meer informatie kun je onze website bezoeken. www.quintgroup.com